Mijn naam is Jara van Gent. Zoals Mario net al zei, was mijn opa ooit internationaal scheidsrechter en scheidsrechterbaas. Mario is de ex ook van mijn moeder, dus dat is ook... Toen die dat zei, ik dacht, wat gaat er komen? Maar ik viel mee. Maar dat heeft wel mijn liefde voor voetbal altijd gevoed, van jongs af aan, met opa mee, overal naartoe. Helaas, die anderhalf jaar geleden overleden, maar die liefde voor voetbal die is zeker gebleven. En ik ben eigenlijk verliefd geworden op sportpsychologie toen ik bij de Olympische Spelen in 2010 in Vancouver was. En ik was daar als toeschouwer en ik zag Sven Kramer de verkeerde baan ingaan. Ik zag Mark Tuitert goud winnen op de 1500. En ik zag allemaal dingen dat ik dacht, ja, maar iedereen is 4 jaar lang kaart aan het trainen. Qua niveauverschil is in principe niet heel veel als je kijkt naar technische vaardigheden. Maar wat maakt dan toch dat die ene het wel haalt en die ander niet? Toen dacht ik, nou, dat moet iets psychologisch zijn en dat moet te beïnvloeden zijn. Vanuit daar ben ik sportpsychologie me in gaan verdiepen. Ooit bij Afke stage gelopen en dat is een samenwerking geworden. Nu onderdeel van WOW Performance Coaching. We zitten dus ook in gebouw 11, zijn we werkzaam. En wat ik met visualisatie heb, ik speel zelf hockey en ik geef de strafcorner aan. En dat is wel zo'n specifieke vaardigheid die je heel vaak met visualisatie extra kan trainen en extra kan oefenen. En die gebruik ik daar heel erg voor om dat extra te oefenen en te trainen. En veel situaties, ik ben laatste man met hoekje en veel situaties neem ik al de avond van tevoren door. Van oké, 1-op-1, er breekt iemand door. Wat zijn dingen die je kan doen? Wat zijn zoals mijn neiging om te happen en dat ik dan dus dat ga visualiseren dat ik dat niet doe? Dat soort dingen, daarin gebruik ik visualisatie al veel. We zijn ook heel erg benieuwd naar jullie. Dus ik zou willen vragen of iedereen even zijn naam en zijn achtergrond wil vertellen, delen met de rest en wat voor ervaring je hebt met visualisatie. Nee.